Het reletje. Van de drie aansluitingen heb ik er twee bekeken die goed zijn. Dat weet ik gewoon zeker nu, want de lampen branden, heb je gezien. En nu het volgende pechgeval. Met een kopje koffie. Eigenaresse wilde zelf liever niet voor de camera. Geen probleem, als u mee koffie doet, gebeurt dat niet, toch? Goed. Deze auto is kunst met een grote K, oftewel een Ford K. 2002 en ja, echt een startsautootje. En die auto heeft het volgende probleem. Als je de richtingaanwijzers bedient, dan doet hij niks. Links niet, rechts niet. Geen tikken op het dashboard. Helemaal niets. Ga ik eens even naar kijken. Auto op contact. Links, niets, rechts. Hey. Het lampje gaat één keer branden. En hij is weer uit. Oké. Okay. Nou, eerst maar eens even de basisdingen bekijken. De zekeringen. En hoe werkt het systeem natuurlijk? Hoe is het geschakeld? Auto van 2002. Dit waren niet de moeilijkste auto's qua elektro. Dus verder kijken. Stappenplan. Het stappenplan werkt als volgt. Zijn de zekeringen heel? Komt er überhaupt spanning op? En dan verder kijken naar componenten. Werkt een schakelaar goed? Werkt een relais goed wat er nog in zit bij zo'n auto? En al deze gegevens, daar heb ik wel een database voor nodig. Want ja, ik weet echt niet alles uit het hoofd. Dat zou niet best zijn. En nu hebben we bij de ANWB gelukkig een hele mooie tablet. En op die tablet kunnen wij via ons diagnoseprogramma zoeken naar elektronische schema's en zekering, plaatsoverzicht, relais plaatsoverzicht. Gaan we eens even naar kijken. De zekeringen en relaiskast in de passagiersruimte. Nou, je kunt het zien hier rechts, een afbeelding met allemaal zekeringen. Allemaal relais zitten erin. En er staat in de legenda links precies wat is. Ik ga even kijken welke zekering van de richtingaanwijzer is. En controleren of die heel is. Op zoek naar de zekering. Zekeringkast zit hier. Een klepje. Openen. En nu staat ook hier mooi in wat is. En toevallig bij links en rechts nummer 22 staat een afbeelding. Eens even kijken of er spanning op staat. En natuurlijk is die nog heel. Goede massa. De zekeringkast 1 tot en met 11, 12 tot en met 22. Voeding aan de ene kant en voeding aan de andere kant. Dus de zekering is in orde. Nu verder in het stappenplan. Is het toch een relais? Is het een schakelaar? We gaan verder kijken. Zoals je het gezien hebt, de zekering was heel. Dus ja, dan gaan we verder kijken. Wat zit er nog meer in het schema? Kom je misschien bij het relais uit? Het relais zelf, die staat gek genoeg niet in deze zekeringkast afgebeeld. Ook niet in de legenda. Moet ik toch even in het elektronisch schema gaan kijken. In het overzicht van de relais en zekeringen was geen relais afgebeeld van de richtingenwijzerinstallatie. Dus ik ben nu verder aan het kijken in het schema. En nu wat je nou voor je ziet is het schema, is de afbeelding hier zo in het rood van de lichtschakelaar met een relais. Dus ja, hij zit daar ingebouwd. Dus wat kan ik nu het beste doen? Ik haal even de kapper van de stuurkolom af en ga even kijken wat ik daar tegenkom. Een torxschroevendraaier en een Philips, oftewel een kruiskop. Ik ga het even losdraaien. De kap gedemonteerd van de stuurkolom. En kijk eens wat ik tegenkom hier. Het relais. Ik heb hem nu ook ingeschakeld. Auto staat op contact. En heel soms hoor je hem een keer tikken. Nou, het lijkt me wel gek als het geen relais zal zijn bij die auto. Ik zal hem er eens
uithalen. Een richting aanwijzen, relais, van deze auto heeft 3 aansluitingen. Zo zijn de meeste, je hebt er ook met 4, maar dat is een beetje afwijkend. Het meest wat voorkomt in die jaren was met 3 aansluitingen. Je hebt een pinnetje, er staan getalletjes op. 31, 31 is een autoland in de DIN-norm, Duitse industrienorm, ja ja, is de massa. Dan heb je 49, dat is eigenlijk een soort plusaansluiting. En een 49A, dat is de aansluiting die gaat eigenlijk naar jouw richtingaanwijzers, lampen toe, aan de hand van welke kant je hem op hebt staan. Hoe kun je nou eigenlijk heel makkelijk controleren of de schakelaar goed is? En tegelijk dus ook kijken of de stroom, de spanning overal aankomt. Dan moet je 2 draden doorverbinden, namelijk de voeding en de draad die dus naar de schakelaar gaat en vanaf de schakelaar naar de richtingaanwijzers toe zelf. Die moet je doorverbinden. Als je die doorverbindt, betekent dus dat je eigenlijk een directe verbinding maakt zonder relais. En als je dan de schakelaar bedient, dan kun je gelijk zien, werken de lampen ja of nee. En dat ga ik nu even doen. Het relais met de aansluitpunten. Hij zit dus heel mooi hier onderin gemonteerd. En ik moet even een doorverbinding maken. Nou, de doorverbinding maak ik met een draadje. 2 aansluitingen. En die ga ik er even inzetten. 1 daar en 1 daar. Zo, die zit erin. En nu is het zo, als ik dus nu de auto op contact zet. En ik zet de richtingaanwijzer bijvoorbeeld naar links. En ik kijk op het dashboard en ik zie ook gelijk rechts, links, de lamp brandt. Dus dat betekent eigenlijk dat de richtingaanwijzer bedrading in orde moet zijn. Moet ik natuurlijk wel even kijken aan de buitenkant of dat zo is. Bedrading in orde. Bedrading vanaf de schakelaar naar de lampen toe is dus goed. Dus eigenlijk heb ik al van het reletje, van de 3 aansluitingen, heb ik er 2 bekeken die goed zijn. Dat weet ik gewoon zeker nu, want de lampen branden heb je gezien. Blijft er nog 1 over, dat is de massa. Nou, die is natuurlijk heel makkelijk te meten, want de massa, de minpool. Hoe kan ik die heel makkelijk meten? Nou, ten opzichte van de plus, daar aan de stekker, daar aan de schakelaar. Gewoon met mijn lampspanning zoeken, belast meten. Nou, makkelijker kan het eigenlijk niet. Als ik hier nu meet, ik heb hem nu aangesloten hier, en ik hou hem even tegen massa, dan brandt de lamp. En hij moet dus ook gaan branden. In het puntje, dat doet hij. Dus de massa is ook goed. Nou, diagnose is eigenlijk wel makkelijk nu. Hij moet gewoon stuk zijn, hij is stuk. Nu ga ik weer kijken in mijn welbekende rommelaar, wat daar nog ligt aan relais. En dan stop ik die er even in. Het nieuwe relais erin. En kijken wat hij gaat doen. De richtingaanwijzerinstallatie werkt weer. Helemaal naar behoren gelukkig. En het was natuurlijk alleen een reletje. Maar wel dankzij een schema even uitgemeten om de bedrading even uit te sluiten. En een zekering natuurlijk. Want ja, onnodig iets vervangen is eigenlijk niet de bedoeling natuurlijk. Kapjes er weer op en de klant kan weer rijden. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou leuk? Subscribe natuurlijk onderaan. En volg mij en mijn collega's op onze welbekende kanalen. En tot de volgende keer.